Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor je van de Xenos, de Blokker en de Vibra. Ik heb bij alle drie de winkels niet superveel gekocht. Bij de Vibra dan nog de meeste deeltjes, maar bij de andere winkels niet. Maar ik vond het toch wel leuk om te laten zien wat ik daar heb gekocht. Het is alweer een tijdje geleden dat ik het heb gekocht. Dus ik ben blij dat ik het jullie nu ook kan gaan laten zien, zodat ik het lekker kan gaan gebruiken. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik bij die winkels heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd weer in beeld neerzetten, zoals je van mij gewend bent. En ik ga gewoon even beginnen met het item van de Xenos. En bij de Xenos heb ik een blikopener gekocht. Ik had eigenlijk helemaal geen blikopener. Ik had deze een tijdje geleden al een keertje gezien bij de Xenos. En toen heb ik hem eigenlijk op dat moment niet gekocht. En toen later had ik er eigenlijk een beetje spijt van. Want ik dacht, ja, eigenlijk is het best wel dom dat ik geen blikopener heb. Als ik een soepje maak, vind ik het vaak wel lekker om van die balletjes uit blik te gebruiken. En er zitten tegenwoordig wel van die lipjes op. Maar die lipjes zijn niet altijd even stevig. Dus ik heb al wel eens een keer meegemaakt dat ik aan zo'n lipje aan het trekken was. Dat dat ding afbrak en dat mijn blikje nog steeds dicht was. En dan ging ik heel eng met een mes dat te proberen open te maken. En dat lukte wel, maar ik dacht, ja, daar moet ik eigenlijk wel eens een keer een blikopener voor hebben. Dus ik heb deze dan gekocht en ik vond hem gewoon ook heel tof natuurlijk met het roze. Ze noemen het pasteltinten. Je had hem geloof ik ook nog in het mintgroen. Maar ik vond deze wel heel tof. Dan heb ik in ieder geval een goede blikopener. Deze was overigens in de aanbieding toen ik deze kocht. Dus ik weet niet wat die origineel normaal kostte. Maar ik heb hem dus voor een aanbiedingsprijs gekocht. En of die eruit ging of dat die bleef, dat weet ik niet. Maar in ieder geval deze blikopener heb ik gekocht bij de Xenos. En daar ben ik heel blij mee. Die past leuk bij mijn keuken. En heel handig dat ik die kan gaan gebruiken. Dus daar ben ik blij mee. Dan ben ik bij de Blokker geweest. En bij de Blokker heb ik dus twee items gekocht. En dat zijn eigenlijk hele basic items. Want het zijn deze. Het is deze watjeshouder die ik daar heb gekocht. En ik heb nog deze wattenstaafjeshouder gekocht. Deze heb ik gekocht voor in de douche. Ik heb zelf dit soort dingen al staan op mijn kaptafel. Die gevuld zijn met wattenstaafjes en schijfjes. Maar ik wilde heel graag voor mijn herbruikbare wattenschijfjes ook een houder hebben. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk heel graag zo'n houder hebben, maar die dingen die waren gewoon bijna nergens meer te vinden. Ik weet nog, toen de tijd heb ik ze voor mezelf bij de Action gekocht. En nu wilde ik ze nog hebben, toen hadden ze ze niet meer. Ik zal hem even uit de doosje halen. Het is eigenlijk gewoon een hele basic houder. Hij zit verder nog in het plastic met zo'n deksel erop. Nou, dan stop je hier de watjes in. Maar ik dacht, deze zijn wel heel handig voor mijn herbruikbare watjes. Ik heb die van de Action. Die passen hier perfect in. Dus ik dacht, ja, dat staat ook wel mooi, zeg maar, in de douche. Dus dat is dan deze. Nou, de wattenstaafjeshouder. Ik ga ervan uit dat hij een beetje hetzelfde is ingepakt. Kijk, ook nog heel netjes in het plastic. Hier doe je dan gewoon wattenstaafjes in. Ik heb ook altijd wattenstaafjes in de douche staan. Ik vind het gewoon handig. Tegenwoordig zitten die wattenstaafjes ook in van die hele onhandige verpakkingen die van karton zijn. Waar je eigenlijk niks mee kan. Dus ik dacht, nou, ik wil dat heel graag hebben. Ik had bij de HEMA ook al een hele grote voor de grotere herbruikbare wattenschijfjes. Maar deze ga ik in ieder geval lekker in de douche neerzetten en inrichten. Dus dat vond ik wel heel leuk. Bij Blokker hadden ze ze dus gewoon. Dus ja, daar ben ik ook wel heel blij mee dat ik die tegenkwam bij de Blokker. Nou, dan de dingetjes van de Vibra. Ik heb allereerst bij de Vibra een heel klein potje met vaseline gekocht. Dat is deze. Op het moment dat ik hierheen ging, had ik net de ingreep gehad op mijn kin. En er werd aangeraden om die vet te houden met vaseline. Nou, ik had geen vaseline in huis. Dus ik dacht, nou, eens eventjes kijken of ik een potje kan vinden. En die hadden ze bij de Vibra. Ze hadden dus grote en kleine potjes. Ik heb dus een heel klein potje gekocht, maar het werkt eigenlijk uitstekend. Ik heb er al best wel veel, ik heb hem natuurlijk al wel gebruikt. Dat kun je ook wel zien, want ik heb erin gedipt. Maar zoals je kan zien is er eigenlijk
nog niet eens zo heel veel uit. Terwijl ik het wel gewoon goed vet hou. Je had dus ook die grote potten. Maar ik dacht, ja, met een klein potje duur je ook best wel lang. Dus ja, gewoon de originele vaseline. Niet heel bijzonder. Maar ik had hem nodig. Dus die. Dan nog een heel basic item. Aanstekers. Ik had even een aansteker nodig. Die had ik niet bij me. Dus ik dacht, ik neem wel eventjes een pakje mee. Dus ik heb 3 aanstekers gekocht bij de Vibra met deze print erop. Ik vond die wel leuk. Dus ik dacht, nou ja, prima. Ik heb het gewoon eventjes op dat moment nodig. Dus dat. Dan heb ik een mandje gekocht. Dat is dit mandje. Het zijn van die diamond mandjes, noemen ze het. Je hebt daar heel veel van. Ik heb hem in het roze gekocht. Ik wilde hier heel graag mijn haarbandjes in gaan doen. Die ik gebruik voor mijn make-up. Ik heb voor het aanbrengen van make-up doe ik dus altijd een haarband in. En ik heb er inmiddels al best wel veel. Omdat je ze ook regelmatig moet wassen. Maar ze liggen nu overal te vallen. Dus ik dacht, nou, ik wil gewoon eventjes een leuk mandje hebben. Dit is trouwens maatje S. Je hebt ze dan in verschillende maten. Volgens mij S, M en L. Dit is dus gewoon een maatje S. Ik dacht, prima. Daar kunnen dus heel mooi mijn... haarbandjes in. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ik vind het alleen jammer dat die sticker aan de binnenkant zit. Want ik vrees wel dat als ik deze nu af ga pulken, dat er een hele plaklaag in zit. Maar dan staan in ieder geval die haarbandjes ook mooi in een bakje. En dat vind ik zelf dan altijd wel heel mooi staan. Dus die. Dan heb ik nog 2 van die kunststof opwerkdoosjes gehaald. 2 stukjes. Ik had deze, een tijdje geleden heb ik een zo'n doosje gekocht. En die heb ik toen gebruikt voor een diamond paint projectje. Ik heb toen een kerstboompje gemaakt met lampjes van diamond painting. En ik heb dus nog 2 van die dingen. Die zijn wel voor de kerst, dus die ga ik voorlopig nog niet doen. Maar ik heb daar die steentjes in gedaan. Ik dacht, oh, vind ik eigenlijk wel handig. Dus ik heb gewoon nog even 2 van die doosjes bijgehaald. Ze hangen ook echt letterlijk bij de diamond painting spullen. Tenminste, bij de Vibra waar ik was. Ze zijn eigenlijk heel goedkoop en het is gewoon een afdekbaar doosje. En daar zitten dus, even tellen hoor, 12 bakjes in waar je dus in mijn geval steentjes in kan doen. Misschien kun je het ook wel voor andere doeleinden gebruiken. Misschien hou je van kraaltjes, kun je die er ook wel in doen. Dat soort dingen, maar in ieder geval gewoon 2 van die opwerkdoosjes die ik heel graag wilde hebben. Dan heb ik een setje onderzetters gekocht. Dat zijn deze. Deze roze. Het is eigenlijk wel jammer, want ik had er eigenlijk, het zijn er maar 4. Ik had eigenlijk nog wel een setje bij willen hebben. Maar ja, ik heb het op dat moment eentje gekocht. Dus mocht ik bij de Vibra komen en ik kom ze weer tegen, ga ik zeker nog een setje bij kopen. Het zijn roze onderzetters. Daar was ik naar op zoek. Het is een soort nep leer. Maar ik heb nu zeg maar onderzetters. Die zijn bijvoorbeeld van... dit soort materiaal. En die zijn wel heel fijn. Maar die worden ook best wel lelijk. Ik neem ze elke keer ook gewoon af met een vochtig doekje. Maar ik vind niet dat ze heel mooi blijven. En ik wilde heel graag iets met roze. Want ja, jullie weten dat ik van roze hou. Dus ik heb van deze gehaald. Dus ja, maar net wat ik zeg. Ik wil eigenlijk heel graag nog een setje erbij hebben. Maar voor nu in ieder geval heb ik deze. En die vond ik ook wel heel, heel leuk. Dus 4 onderzettetjes. De achterkant heeft trouwens dit soort materiaal. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Dan heb ik als laatste nog 4 voorraadbussen gekocht. En dat zijn deze. Ik heb hier al eens een paar van gekocht. Het zijn van die stapelbare voorraadbussen. Je hebt dus ook verschillende maten. Ik heb er nu eentje van 104. Bij 1,61. En je hebt ze in diverse kleuren. Je hebt dus ook kleintjes. Je hebt nog grotere. Ik vond deze wel heel handig om pasta's in te bewaren. Ik heb nu zeg maar wel van die bussen. Maar het is allemaal een allegaartje bij elkaar. En ik vind het gewoon mooi als alles gewoon één geheel is. Dat geeft mij rust. Weet je, je doet er even een mooi stickertje op met wat erin zit. Ik wil hier bijvoorbeeld gewoon macaroni in gaan doen. En ja, je zou er ook hagelslag in kunnen doen, maar daar heb ik al een bak voor. Of snoepjes, dat soort dingen. Je ziet trouwens hier nog eventjes alle 3 de formaatjes erop staan. Een grote, dan is dit het formaat dat ik nu heb en ze hebben dus nog een kleinere. Maar ik had er dus al 1. Ik heb er dus nu 4 bijgehaald. Dus eigenlijk gewoon 4 van diezelfde. Maar ik vind het gewoon netjes als de keuken ook gewoon één geheel is. Ik dacht, ja, die ga ik gewoon gelijk eventjes kopen.
En ik vind ze gewoon heel erg leuk met dat roze randje. Omdat dat dan ook weer leuk terugkomt in de keuken. Dus daar ben ik ook wel weer heel erg blij mee. Dus ja, niet heel bijzonder. Maar ik had ze wel eventjes nodig. Dus ja, ik ben er wel heel blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij de Xenos blokken en de Libra. Zoals ik al zei, het was niet heel erg veel. Maar ik vond het toch wel leuk om eventjes met jullie te delen. Ik ben in ieder geval wel heel blij met mijn aankoopjes. Want nu kan ik weer gewoon even verder met wat dingen. Verder met opruimen en verder met organiseren. En dat geeft mij gewoon wel een goed gevoel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Althans, als je er een leuk item bij vindt zitten. Het was nou niet allemaal heel bijzonder, maar ik had dit gewoon nodig. Ik ben er zelf in ieder geval super blij mee. En ik ben ook heel blij dat ik nu de spullen eindelijk kan gaan gebruiken. Dus dat ik nu lekker verder kan met organiseren en dat soort dingen. Ja, ik hoop in ieder geval dat je dit leuk vond om naar deze video te kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij nog leuke aankoopjes hebt gedaan in een van deze winkels de laatste tijd. Laat het zeker even weten bij de comments. Misschien denk je naar aanleiding van deze video. Nou, dat vind ik ook wel handig om aan te schaffen. Vind ik ook altijd wel leuk om te horen als je mensen kan inspireren met dingen. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!